Yo mensen, top ik deze video. Mijn naam is Westy van FIFA1999 en met vandaag weer een nieuwe bet van Mawai Career Mode. We beginnen deze aflevering met een wedstrijd met natuurlijk een nieuwe club bij Internationale. En jullie zien nu dat we een oude speler terug gaan halen naar Inter. Het is Mauro Icardi gaat terugkomen naar Internationale. Onder leiding van Bert van Marwijk en samen met Novel Banis in de voorhoede gaan deze twee spelers dus voor de spitsen worden bij Internationale. We gaan hem ruilen voor Dembele, die is op aardige leeftijd. En we gaan hem ruilen voor Icardi, gewoon dat Icardi ja, de man van Inter gaat worden. Bert van Marwijk maakt hem ook aanvoerder. Deze aflevering hebben jullie trouwens ook even weer een foutje qua opname, want OneDrive deed heel erg raar gisteren. Vandaar dat één opname dus niet doorgekomen is. Dus tijdens de wedstrijd die jullie zo meteen gaan zien, de hele tweede helft gaan jullie niet zien. En dan beginnen, jullie zien het ook tussendoor dat ik die melding geef. En dan beginnen we pas dus bij de volgende wedstrijd. Maar dat gaan jullie ongetwijfeld ook zien en ik laat het ook sowieso weten. Hier zien we hier de onderhandelingen met Mauro Icardi en Internationale Real Madrid. We gaan hem overhalen om terug te komen en dat hopen dat dat gaat lukken natuurlijk. Even kijken, zijn salaris gaan we hoger geven dan die Real Madrid. Krijgt 250.000 euro en dan gaat hij mee akkoord. Voor 3 jaar komt Icardi terug naar Inter. En we gaan gelijk opstellen. De basis in de wedstrijd tegen AC Milan. Gelijk een hele lastige wedstrijd. Ja, de klassieke van Italië, Inter tegen AC Milan. En laten we hopen dat we gelijk in onze eerste wedstrijd met Internationale een resultaat kunnen laten zien. Notabene tegen de concurrent. Dit is ons elftal. Ik moet alleen nog even aanvoerder dus maken. Icardi, de nieuwe aanvoerder van Internationale. En we gaan door naar de wedstrijd die jullie gaan zien. Die dus in de tweede helft al voorbij is. Of in de tweede helft gaan jullie dus niet zien. Omdat het dus qua opname echt OneDrive is. Zo raar gisteren. Nou, ik hoop dat hij voor de video voor jullie morgen weer beter gaat doen. Spelers schudden elkaar de handen. De scheidsrechter schudden de handen van de spelers. We zien de opkomsten van de spelers. We gaan ook kijken naar de opstellingen dus van AC Milan en de spelers van Internationale. De eerste wedstrijd voor onze coach Bert van Marwijk. Bij zijn nieuwe club. De laatste club in FIFA 20 voor hem. Volgende FIFA krijgen jullie Fred Rutte te zien. Kijken hoe ver Fred Rutte gaat komen in zijn loopbaan als trainer. Onder eerst beginnen bij FC Groningen natuurlijk. We gaan het allemaal meemaken. We gaan kijken naar de opstelling van Inter. Naar onze opstelling. In het doel hebben we Rulli. Hebben we in de verdediging. Hebben we De Groot. Luis Felipe. Bastoni. En Romero. In het middenveld. Luis Burger. Fernandes. Exposito. Banis achter. Icardi. En dus dat de 11 spelers van Internationale. Gaan we ook naar de 11 van AC Milan kijken. Zien we Silva in het doel staan. Dit is de verdediging. De namen ga ik niet aan wagen. Middenveld hier. Niet echt bekende namen bij AC Milan. In de voorhoede hebben we nog twee spelers staan. Welke twee spitsen hebben ze? Greenwood, natuurlijk uitspeler van Man United. En dan laten we hopen dat we een goed resultaat kunnen gaan laten zien tegen AC Milan in deze wedstrijd. Wij hebben balbezit. Luis Felipe. Bal richting De Groot. Goeie paas. Douglas Luis, moet ik goed zeggen. De Groot, kan hij eruit komen? Nee, bal is dus hier toch nog voor Inter. We krijgen De Grote bal goed voor, weggehaald. Opvang hier door, proberen we tenminste op te vangen. Maar de bal is weer voor AC Milan. Bal terug naar achteren. Greenwood. Icardi, eerst in zijn debuut. Natuurlijk nu weer terug bij Inter. Icardi. Hier wel bij Greenwood. Komt er eerst de kans aan voor AC Milan. De handen van Rulli, goed gedaan. De doelman van Inter. Met de bal richting Luis Felipe. Luis Felipe. Meegeven. Wat gebeurt? Naar Exposito. Exposito. Kappen. Voorgeven. Dat gebeurt goed. Icardi krijgt de bal daar niet voor zijn hoofd. En is in ieder geval toch de ingooi voor de Internationale. Ingooi genomen. Banis. Goed. Banis. Goeie paas richting Douglas Luis. In handen van Silva. En zo is het nog steeds 0-0 tussen Internationale en AC Milan. De Groot. Wouter Burger. Banis. Fernandes bereikt de bal niet. De bal is weer voor AC Milan. Lia. En de bal bij Zakaria. Greenwood. De bal bezit is nu voor
Voor Milan, AC Milan, die dan de bal dus kwijtraakt. En nu is de bal dus voor een vrije trap voor AC Milan. De bal weggehaald door Bastino, Bastini, Banis. Zo in de voeten van de tegenspeler, Greenwood, Vezo. Nog steeds is het de balbezit voor AC Milan. En hun gaan ook de aanval krijgen. 20 minuten gespeeld, nog steeds de 0-0 stand. Er komt de eerste gevaarlijke kans aan AC Milan en de redding van de Rulli. En hier de bal wordt er groot. En de bal zo weer in de voet van de tegenspeler. Dus is het echt over en weer slordig. Aan beide kanten, deze bal is buitenspel. Zo is het dus de kant die niet doorgaat. Oh, we gaan er voor de tweede keer zien. Weer een knipfoutje. Ik zei het al, Van Dwarf zit echt raar gisteren. Vandaar dat jullie of dingen twee keer zien of een heel stuk missen. Zoals jullie dat zo meteen gaan merken. Jullie zien die melding vanzelf al voorbij komen. In ieder geval is dus weer de kans die jullie net ook gezien hebben. Dus buitenspel. Dus de vrije trap. Genomen door Rulli. Rulli naar Bastino. Bastoni, sorry. Romero. Goed, Romero. Fernandez. Bal zit dus weer voor ons. Kunnen we de bal voorgeven? Jazeker. Bastino meegekomen van achteruit. Kans nu. En dan is het ook een doelpunt. Meegekomen van achteruit. De verdediger. Het is 1-0 voor Inter. En Bastino mag het doelpunt maken. Ze komen op de 1-0 voorsprong. En is het de verdediger notabene die de eerste doelpunt voor Bert Smalek maakt. Met Inter. Minuut 33. 1-0 de voorsprong voor Internationale. Ik kan jullie ook al mededelen, omdat natuurlijk jullie het niet gaan zien hoe de wedstrijd afloopt tegen Inter. De wedstrijd gaan we volgens mij winnen met 3-1, als ik me wel goed kan herinneren. Dus we winnen de wedstrijd uiteindelijk toch nog. En ja, jullie weten het uiterlijk dus nu ook. Maar in ieder geval weten jullie niet wie de doelpunt te gaan maken. Volgens mij maakt Icardi ook nog een doelpunt, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. In ieder geval komt AC Milan met de kans, bij wat verdedigen. Dus de bal weer voor ons. Hier de bal richting Banis. Novel Banis, de snelheid, Novel Banis. Icardi loopt mee naar voren, ik zei het, Icardi. Banis gaat dan denk ik, Banis gaat zelf. En dan is het Novel Banis die de doelpunt maakt. Dus is dus de 2-0 voorsprong voor Novel Banis voor Inter. En dan staat deze wedstrijd volgens mij, dan is het einde van deze wedstrijd. Ja, ik zei het al, qua knippen, One Drive ging totaal verkeerd gisteren. Je ziet het door een fout. Bij het opnemen begint de volgende wedstrijd al. En dat is dus de volgende wedstrijd tegen Fiorentina. Dat is de tweede wedstrijd in de Serie A deze aflevering. En dat is mijn fout. Dan niet mijn fout. Dat is One Drive die de video gewoon niet geüpload heb. Dus ja. Maar goed, we begonnen met de wedstrijd. En we komen al op de 1-0 voorsprong. En het is Novel Banis die ook de vorige wedstrijd een doelpunt maakte. Zo is hij op dreef. De oudspeler van onder andere Feyenoord. Nu dus de 1-0. Minuut 23. Als deze bal bezit voor Inter. Getson, Icardi van afstand, schot geblokt. Icardi wil natuurlijk ook zijn doelpunt maken. De vorige wedstrijd heeft hij ook een doelpunt gemaakt. Dat hebben jullie helaas niet kunnen zien. Goeie paas, kunnen we de bal voorgeven. Expioza, Fernandez, nog steeds balbezit voor Inter. Nee, nu is de bal weer voor Fiorentina. En nu de bal voor de ingooi voor ons, Romero. Goeie paas richting Burger. Wouter Burger, Icardi van afstand, Icardi schot geblokt, rebound voor Banis en dan is het 2-0 voor Inter. En de tweede van Novel Banis in deze wedstrijd. Hij laat zich zien in het shirt van Inter. Bij een grotere club dan waar hij hiervoor vandaan kan, Cardiff City. Daar liet hij het al zien, samen met Burger. En nu doet hij het zelf tot nu toe bij Inter. Minuut 32, Fiorentina die eruit komt, gaat op jacht naar een doelpunt. Verdedigen moet nu gebeuren. Gebeurt ook, Wouter Burger. En de aanval. Goeie paas hier richting Exposito. Banis, Exposito. Goeie paas richting Romero. Aanval is nu voor Internationale. Fernandez. Terug, Wouter Burger. Goeie paas, Icardi dan. Icardi wil natuurlijk ook zijn doelpunt maken. Icardi, dan is het verdedigd. Dan is het dus de balbezit weer voor Fiorentina. Barnes. Druk wordt gezet door de spelers van Inter. Zurisky. Doe eens voor Liepen. Goed. Bal weer voor Inter. Goeie paas nu geven hier. Burger. Goeie paas richting Banis. Kans nu in afval Banis. En dan is het de 3-0. Zijn derde. Zijn hat-trick in deze wedstrijd. In de eerste helft dus. Novel Banis. 3-0. Ondertussen de tweede helft. 51ste minuut loopt. En is dus de 3-0 voorsprong door drie keer Novel Banis. Die echt dus zich laat zien bij zijn nieuwe club. En nu Fiorentina die op jacht gaat naar een doelpunt in de tweede helft. Dat gaat misschien gebeuren als we niet goed verdedigen. De redding in ieder geval van de doelman hoekschop wel voor Fiorentina. Komt er nog de kans aan dus.
Weggebokst door Rui. Opvang hier door Icardi. Icardi gaat langs. Probeert natuurlijk ook zijn doelpunt te gaan maken. Hiernaast de wedstrijd in de beker. Die gaan we simuleren. Met het basiselftal. Daarna hebben we weer een wedstrijd volgens mij in de competitie. Die gaan jullie de volgende aflevering zien. De harde tackle neergezet hier door De Groot. En die krijgt ook terecht een gele kaart. Jammer genoeg. Laatste kwartier ondertussen. Over Barnes met de kans. En de redding van de doelman. Nog steeds 3-0. Nog steeds de man van de wedstrijd. Noval Banis, de spits van Inter. Samen met Icardi. Douglas Luis Banis. Nou, nu de kans staan. Nee, weer weggehaald. Bal weer voor Fiorentina. Nog 10 minuten op de klok tussen Fiorentina en Inter. En het is 0-3. Drie keer Noval Banis. De man van de wedstrijd. Misschien wel de man van Inter tot nu toe. Deze bal gaat over de zijlijn. Is de ingooi dus voor Inter. Genomen door Philippe. De bal voor Banis en Icardi. Goed. Exposito. Exposito. Fernandez. Fernandez gaat eruit komen. Fernandez gaat hem nog voorgeven. Gaat hij hem goed voorgeven? Jazeker. Banis die er de kans kreeg. Maar de bal werd weggehaald. Opvang hier door Fiorentina. Druk wordt gezet. Wouter Burger zet goed de druk. En de bal wordt zo in de voeten, niet in de voeten gewerkt. Ja, de doelman die de bal heeft, die de bal ook wanhopig weer moet schieten natuurlijk. Nog 5 minuten. En nog steeds de 3-0 voorsprong. Barnes. Paas komt goed uit. Er komt er misschien nog een tegendoelpunt. Komt hij er, wordt er goed gered. En dan is het inderdaad 1-3. Doelpunt voor Fiorentina. En zo staan we wel nog voor met 3-1 natuurlijk. Wissel ook bij ons. McNeil gaat erin komen. Voor wie ging eruit? Ik zag het even niet zo snel wie eruit ging. Volgens mij Wouter Burger toch? Nee. Niet Burger. Maar goed, maken we niet zoveel uit. Exposito ging eruit. Oké. Okay. Hier de bal bij Romero. Komt er nog een kans nog voor 4-1. Extraat is zo goed als bijna voorbij. Extraat moet nog ingaan thuis. Maar de wedstrijd, de officiële minuten zijn bijna voorbij. 3 minuten extra tijd. Dat is best lang. Of best lang, ja. FIFA niet, maar het echt zou dat wel best lang zijn. Voor een wedstrijd die haast niet stil opgelegen. En nog 1 minuut te gaan naar deze extra, van deze extra tijd. En die is ook zo goed als voorbij. En dan winnen we dus met 3-1 van Fiorentina. Is de man van de wedstrijd. Noval Banis. De Nederlander, de oud-Feyenoorder. En gaan de wedstrijd simuleren in de beker. De laatste 16. Is dat riskant? Jazeker. We gaan ons doelman niet verkopen. Zeker niet. Want we hebben geen goede doelman achter de hand. Dan moet ik even echt nog naar gaan kijken. De wedstrijd tegen Bonavento. Zeg ik dat goed? Die gaan we simuleren. Met het basiselftal. Alleen één speler wou spelen. Ik zet hem wel even in de wissel neer. Sowieso wou ik spits mee in de wissel. We hebben ook nog Dolberg. Maar Dolberg blijft op de bank zitten. En deze wedstrijd winnen we terecht met 5-0. En overtuigend ook. De volgende aflevering gaan jullie de wedstrijd zien tegen Napoli. Dat wordt een hele mooie wedstrijd. Net zoals tegen AC Milan. Hopelijk nu wel de hele wedstrijd opneemt. Dat zal wel echt plezierig zijn. Maar goed, in ieder geval bedankt voor het kijken naar deze video. Jullie gaan kijken naar de persconferentie. Deze wijzen we even lekker af. En dan zeg ik bedankt voor het kijken. Druk op het duimpje gedaan. En dan zeg ik zoals altijd en zoals nu. Nog niet later. Ik ben veel te snel jongens. Ik ben echt veel te snel. Want we gaan nog een aanbieding doen op Luis Sinisterra. Kijken of we kunnen overhalen om naar internationale te komen. Ook is dat toeval een Feyenoorder. Speelt nu nog steeds bij Feyenoord zie ik. 79 algemeen. 25 jaar. Goede speler dus nu voor Feyenoord nog steeds in in het jaartal. Is in 2023 volgens mij in deze FIFA. Ik weet het op een gegeven moment ook niet meer. We gaan proberen om contractonderhandelingen te doen met Luis Sinisterra. Maar jammer genoeg lukt mij dat niet. Dat gaan jullie ook zien. Ik doe het veel te weinig. Ik wil hem toch wel gaan binnenhalen. En misschien de volgende aflevering gaan jullie zien dat Luis Sinisterra gaat komen. Omdat ik hem echt meer salaris ga geven. Maar dat is allemaal voor de volgende aflevering. Bedankt voor het kijken. Druk op het duimpje gedaan. En dan zeg ik later. Put a little bit of shit, put a little bit of shit, put a little bit of shit.